Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik sta hier bij Woody, mijn eerste 3D printer. Deze printer bouwde ik in 2015. En in die tijd had ik nog geen 3D printer, logisch, om onderdelen te printen voor een printer. Dus ik heb de printer helemaal gebouwd van hout. Hij is helemaal gemaakt van triplex. En ik had toen wel kennis met een 3D printer, dus ik had wel de hulp in kunnen roepen. Van iemand om dan 3D printer onderdelen te printen. Maar ik vond het een leuke uitdaging om het zelf te doen. Nou, dat is erg goed gelukt. Ik ben er nog steeds erg trots op. Toen deze printer helemaal af was, toen heb ik hem natuurlijk gebruikt voor een aantal projecten. En toen heb ik ook een nieuwe printer ontworpen. En met deze printer de onderdelen geprint voor die eerste printers. Toen heb ik deze printer even uitgeleend. Hij is naar mijn broertje gegaan. Die kon hem goed gebruiken voor wat hobbydingen. En zijn zoon die zit op een technische school en daar moesten ze een aantal projecten maken. En daarvoor kon hij ook goed een 3D-printer gebruiken. Dus hij heeft heel wat filamenten wegstaan draaien. Bij mij en bij mijn broer. En hij is nu weer terug in mijn bezit. En ik denk er soms over om te slopen. Om de onderdelen te gebruiken voor een nieuwe printer. Maar aan de andere kant ben ik toch wel trots op het kleine printertje. Want het is best wel een goed printertje geworden. Hij heeft wel zijn beperkingen. Het heated bed is een beetje underpowered. Dus dat zou ik misschien nog een keertje kunnen oplossen. En de bouwhoogte is erg beperkt. Hij heeft maar een bouwhoogte van 12,5 centimeter. Ik ben dus nog best een beetje trots op het ontwerp. En ik ben helemaal trots op het feit dat iemand deze printer heeft nagebouwd. Ik kreeg een mail van iemand en die heeft deze printer nagebouwd. En dat vond ik fantastisch om te zien. En we gaan even kijken naar wat beelden. Deze foto's kreeg ik dus van Hardy Klink. En ik was erg verrast toen ik ze kreeg. Want het lijken wel foto's die ik zelf gemaakt zou kunnen hebben. Van toen ik zelf deze printer bouwde. Het is echt gewoon een exacte kopie. Nou ja, bijna. En als we even op de achtergrond kijken, dan zien we dat Hardy ook een elektronica hobbyist is. Geweldig. Hier wat onderdelen. Nou, je ziet dat het erg ingewikkelde onderdelen zijn die je moet maken. Hier zien we de aandrijving van de X-as en hier de vrijloop van de X-as, de andere kant dus. Hier de hot-end mount. Hier zien we de motor van de extruder. Hier weer de achterkant. Onderin hier ook de motor voor de I-as. En hier zie ik dat ook de voedingbuizing al erop zit. Hoofdschakelaar, geweldig. Hier de freesmachine waarmee hij alles heeft uitgefreesd. Dit is volgens mij de interface van de Mach 3 kaart die erin zal zitten. En hier dus het bed. Het printbed. Dit onderdeel is bij mij van hout. Maar Hardy heeft het dus van aluminium gemaakt. Nou, het zal natuurlijk een stuk stijver zijn. Hier zien we de lagers van de I-as. Ik heb ook wat bewegende beelden gekregen. En ik vond het erg leuk om te horen dat de machine van Hardy precies hetzelfde klinkt als die van mij. Maar deze printer is nu dus weer terug in mijn bezit en hij heeft een beetje onderhoud nodig. En daarom maak ik deze video. Want het bed wat er zo uitschuift, daar is een beetje speling op gekomen. Het zit een beetje los in alle richtingen eigenlijk. En toen ik dat ging onderzoeken, toen merkte ik dat de lagers eigenlijk uit de huizen waren gelopen. Dus dat is natuurlijk logisch dat het dan erg los zit. Maar ik heb die lagers teruggelijmd op zijn plaats
En nog steeds zit er te veel speling op. Want die lagers passen eigenlijk gewoon niet meer goed in het hout. Het is allemaal hout onderop ook. En daar is een beetje speling op gaan zitten blijkbaar. Dus ik wil vandaag eigenlijk dat heated bed eruit slopen. Het hele bed eruit halen. Kijken wat er aan de hand is. En het oplossen. En misschien ga ik het wel oplossen met 3D geprinte onderdelen. Want dat is natuurlijk erg makkelijk. Nu ik helemaal zo'n printer heb, is dat wel de makkelijkste manier om het op te lossen. Dus we gaan even onderzoeken wat er aan de hand is. Ik heb de riem eraf gehaald, de aandrijfriem. Maar deze constructie was eigenlijk nooit bedoeld om ooit weer uit elkaar te halen. Want het kan eigenlijk niet echt uit elkaar. Het kan alleen uit elkaar als ik deze stangen eruit haal. En die zitten hier aan de voorkant verlijmd met epoxylijm. Dus ik zal ze echt moeten wegbreken. Dus als ik die los kan breken, dan kan het hele spulletje eruit. Maar dan hoop ik dat die gaten een beetje intact blijven. Maar er is dus geen echt nette manier om dit uit elkaar te halen. Dus daar gaan we. Kijk, die is los. Dat ging nog redelijk soepel. Deze nog. Deze zit ook los, maar hij wil het verder naar achteren. Tot hij tegen het motor aanbotst van de ijas. Ik denk dat ik die stangen toch maar naar voren probeer te trekken. Ik denk dat het wel gaat lukken. Kijk. En dan even de draden van het heatbed loshalen. En dan kan hij helemaal eruit, denk ik. Het bed is eruit. Ik heb gewoon de draden even losgeknipt, want ik ga die toch vervangen. Dus het leek me het handigste en het snelste om het nu even los te knippen. En hier zien we het probleem. Kijk, er zit echt veel te veel speling op die lagers. Hier is helemaal erg. En door 2 is het nog steeds heel erg. Kijk hoe deze gaat. Nou, echt absurd. En ik weet niet of het nou op het lager zit of, daar, of in het hout, maar... Ja. Het is moeilijk te zien. Dat maakt ook niet uit, het moet gewoon vervangen worden. Maar ik ga deze ook, hè. Maar ik ga die niet alleen de lagers vervangen. Ik wil ook deze constructie vervangen. Want die constructie die kan wel een centimeter lager zijn. Dan heb ik weer een centimeter meer bouwhoogte. En dan wordt het gewoon wat compacter allemaal. Ik heb in Tinkercad even een nieuw bed ontworpen. Of eigenlijk alleen maar de lagerhouders voor het bed. En dit geheel kan ik dan onder het bed lijmen. Of misschien boor ik een gaatje erin voor een klein schroefje. Of allebei. En ik heb het dus zo simpel mogelijk gehouden. Deze gaatjes hier, dat is voor een tie-rapje. Dus die lagers vallen hierin, die druk je gewoon erin. En in deze richting zitten ze opgesloten door deze schotjes. En dan kan er dus hier aan de onderkant een tie-rapje doorheen om ze eigenlijk vast te zetten. Heel simpel. Nou, de afstand tussen deze twee assen die is 10 centimeter. Dat heb ik even bekeken in mijn ontwerp, in mijn CAD-ontwerp van Woody. En dit dingetje hier, dat is een extra lagerhoudertje. En die ga ik eerst eventjes losprinten om te kijken of die lagers er goed in passen. En of ze een beetje op hun plaats blijven zitten door zo'n tie-rapje. Dat is natuurlijk wel even handig om dat eerst te testen voordat ik het hele ding uitprint. Ik heb op dit moment een nozzle van 0,6 mm geïnstalleerd. Een lekker dikke dus. En dat komt eigenlijk omdat ik iets aan het printen ben voor een ander project. Maar nu kan ik dus ook even mooi die lager houden printen met een 0,6 nozzle. En dan kan ik gelijk zien of zo'n grove nozzle geschikt is voor dit soort werk. Dit is de tweede poging, maar deze past goed. Dus ik kan nu het hele ontwerp uitprinten.
Ik heb de lagertjes in het bed gedrukt en ze vastgemaakt met een tie-wrapje. Dat lijkt eerst niet nodig, want ze zitten behoorlijk klem als je ze erin drukt. Maar ze kunnen natuurlijk op den duur een beetje speling gaan krijgen. En daarom is het wel belangrijk dat je ze echt vastzet met een tie-wrapje, zodat ze niet van hun plaats kunnen. Nou, dit kan nu hierin. En zo zit het waagje dus op zijn plaats. En het gaat redelijk soepel, dus dat is best fijn. En daarop moet dus het printpad komen. Nou, ik heb hier een onderdeel van het printpad. Dit is het oude printpad waar eerst het andere waagje onder zat. Het houten waagje met die versleten lagers. Maar je zult zien dat er nog een klein probleem is. Dat wist ik ook wel. Kijk, ik kan hem niet zo monteren. Want dan botst hij tegen het frame aan. Daar is niet genoeg ruimte. Er moet dus nog een soort spacer tussen komen. Tussen het waagje en dat plankje van het bed. Die spacer heb ik even gauw getekend. Dat is dat rode onderdeel. Het bruin is het plankje. En het zwart het wagentje. En het rode onderdeel, dat is dus de spacer die ik nu nog even moet gaan printen. Kijk, met die spacer steekt het wagentje net een beetje boven het frame uit. En dan heeft het bed dus precies ruimte om boven het frame uit te komen. Ik heb het wagentje met bouwtjes en moertjes en lijm vastgezet op het bed. En terwijl de lijm droogt kunnen wij mooi even kijken naar het heatbed. Dit is het heatbed van Woody. En zoals je ziet is het een aluminium plaatje met daarop een aantal vermogensweerstanden. Nou, die weerstanden die zijn 1,8 ohm. Nou, als je die dan 3 in serie zet en dan weer 3 parallel, 3 van die strengen, dan komt dat neer op een totale weerstand van 1,8 ohm. En als je daar 12 volt op zet, op deze eindpunten, dan gaat er een stroom lopen van 6,7 ampère. Nou, dat is eigenlijk net een beetje te weinig om het bed echt goed te verwarmen. De 60 graden haalt hij wel. Je moet een beetje geduld hebben, maar voor 70 graden moet je zoveel geduld hebben, dat breng je in de praktijk niet op. Dus eigenlijk gebruik ik hem altijd op 60 graden, maar ik zou hem eigenlijk liever naar de 70 graden kunnen krijgen. Dus daarom wil ik die weerstanden gaan vervangen voor deze. En dat zijn weerstanden van 1,2 ohm. Nou, als ik die dus in precies dezelfde configuratie toepas, dan krijg je een totale weerstand van 1,2 ohm en dan gaat er een stroom lopen van 10 ampère. Nou, dat geeft me dus heel wat meer vermogen. En dan hoop ik dat hij wel die 70 graden een beetje comfortabel haalt. Toen ik dit bed maakte, twee jaar geleden, toen vroeg ik me af of die lijm goed genoeg zou zijn. Hè? Dit is epoxylijm. En toen zei ik ook al, dat is niet echt geschikt voor hoge temperaturen. Maar het heeft zich heel erg goed gehouden. Het is echt helemaal glashard nog steeds. En brokkelt niet. En alles zit nog goed vast. Dus ik ga nu naar de schuur om deze weerstanden eraf te bikken. En de plaat een beetje schoon te maken. En dan kunnen we die nieuwe weerstanden erop gaan lijmen. En ik ga weer epoxylijm gebruiken. Want het werkte de vorige keer erg goed. Dus zal het nu wel weer goed werken.
Nu de onderkant van het heatpad mooi schoon is, kan ik dus de nieuwe weerstanden erop lijmen. En op de achtergrond hoor je dat mijn printer druk bezig is met nieuwe onderdelen, want dat moet natuurlijk ook gewoon doorgaan. Ik heb de weerstanden weer 3 in serie en dan 3 van die strengen parallel gesoldeerd. En dan komt aan deze kant de plus en aan die kant de min. Ik maak me nog een beetje zorgen over de voeding van het heatpad. Dat heatpad gaat zometeen 10 ampère trekken. En dat zou de voeding moeten kunnen leveren, want deze voeding is een 16,5 ampère voeding. Dus dat zou eigenlijk in theorie prima moeten gaan. Maar die MOSFET die die stroom schakelt, die zit nog steeds gewoon op het ramsbord. Ik heb daar niks aan veranderd en hij zit dus hieronder. Nou, en je ziet dat het daar een beetje vol is met draden. En de enige koeling die die MOSFET krijgt is van het ventilatie wat hier zit. Dus dat is een beetje weinig en ik ben bang dat hij een beetje te heet gaat worden. En daarom wil ik graag die MOSFET van het ramsbord afhalen en hem dan verplaatsen, of eigenlijk gewoon een nieuwe MOSFET plaatsen, hier achter op de kast met een mooi koelblokje. En dan worden de draden vanaf de voeding, die worden lekker kort, want die gaan dan vanaf de voeding rechtstreeks naar die MOSFET en dan rechtstreeks door naar het heatpad. En dan gaan ze dus niet eerst zoals het nu is. Nu gaan ze eerst helemaal zo naar het ramsbord en dan weer terug naar het heatpad. En dat is natuurlijk een beetje overbodige lengte. Dus op deze manier worden de draden mooi kort en wordt die MOSFET mooi gekoeld door een koelblok. Door dat grote gat kan zometeen mijn MOSFET mooi naar binnen. En dan kan ik de draden mooi aan de binnenkant monteren. En het koelblok toch mooi vlak tegen de achterkant van de kast. Ik heb de MOSFET aangesloten. Hij zit hier achter op het koelblok. Deze draden hier, die komen vanaf de voeding rechtstreeks. En die gaan nu dus naar de MOSFET en dan door naar het heatbed en terug naar de voeding. Dus die gaan niet meer helemaal dat hele pad naar het ramsbord hier bovenin. Hier aan de voorkant kan je die MOSFET net aan zien zitten. Het is een beetje donker, maar daar zit hij dus. Ik moet nog een beetje de dradenbende oplossen. Hier zie je dat stuursignaaltje lopen. Dit draadje moet nog even aan de kant, maar dat is het stuursignaal van de MOSFET. En dat komt dus rechtstreeks vanaf het ramsbord. Het enige wat ik nou nog moet doen, is dat schakelaartje daar wat aandacht geven. Kijk, dat is de eindstop van de eias, van het bed dus. En als het bed helemaal naar achter gaat, moet er dus een palletje zijn wat die schakelaar aanraakt. En op dit moment zit daar niks en raakt die schakelaar lang niet aan. Dus daar moet ik even iets op bedenken nog. Ik heb een simpel wichtje geïnstalleerd en dat zal de schakelaar activeren. Oké, even pauze en een stapje terug, want er is een probleem. Ik had alles in elkaar gezet en ik ging testen. En alles leek goed te werken, totdat ik erachter kwam dat de nozzle de glasplaat niet kan bereiken. Ik heb het bed een beetje verlaagd en het zit nu zo laag dat de nozzle gewoon niet laag genoeg kwam. Om het bed te bereiken. Dus dat is een beetje dom. Maar dat is niet zo heel erg, dacht ik toen. Dan ontwerp ik gewoon een nieuwe spacer die hier tussen zit, weet je nog. En eigenlijk ontwerp ik gewoon dit hele ding nu als één geheel. Spacer en deze mounts voor de lagers. En dit ding om de schakelaar te activeren. En dit blokje om de belt aan vast te schroeven. Alles één geheel kan ik in één keer printen en dat is nog mooier ook eigenlijk. Totdat ik het bed omdraaide en dit zag. Kijk, brandplekken. Hier. Die weerstanden voeren nu een hogere stroom en ze worden nu heter als die vorige weerstanden. En daardoor wordt het bed wel lekker heet, maar dit is natuurlijk gewoon gevaarlijk. Ze worden gewoon te heet nu. Dus ik moet echt even back to the drawing board.
En ik moet, denk ik, dit onderdeel van aluminium gaan maken. Want hout is natuurlijk te gevaarlijk. Ik wil niet dat het in de brand kan vliegen. Het is nu een paar dagen later en mijn pakketje is binnen. Aluminium op maat. Daar heb ik een mooi aluminium plaatje besteld. Helemaal op maat gezaagd, kant en klaar. Dus daar heb je zelf helemaal geen werk meer aan. Lekker makkelijk. Dus daar ben ik voor gegaan. Is misschien niet de allergoedkoopste optie. Hoewel ze niet heel duur zijn. Maar zeker wel de makkelijkste. En ik heb mijn bedonderdeel geprint. En dat ziet er fantastisch uit. Erg mooi geworden. Maar die schroeiplekken op het houten bed, die hebben me toch een beetje aan het denken gezet. Want het is toch wel een behoorlijk gevaarlijke situatie natuurlijk. Dus ik zal goed moeten kijken hoe het zometeen gaat met het aluminiumbed. Maar als het dan nog steeds te heet dreigt te worden, dan kan ik gelukkig wel het vermogen een beetje terugschroeven met behulp van die MOSFET. Want in de firmware kan je daar instellingen voor doen. Dat kan niet als je gebruik maakt van een relais, maar wel bij de MOSFET. Dan kan je het vermogen gewoon een beetje temperen. En hopelijk blijft het dan veilig. Maar eigenlijk zou de beste oplossing zijn om gewoon zo'n heated bed te bestellen en die in te bouwen. Maar die past helaas niet in deze kast, want die opening die is niet breed genoeg. Kijk, dat ziet er keurig uit. Hier nog de beschermlaag erop. Die kan ik nu mooi gelijk eraf halen. Het is altijd leuk werk, hè? Daar hou je zo'n mooie glimmende laag over. Dit is gewoon normaal standaard aluminium. Maar je kan ook platen bestellen die geborsteld zijn voor zo'n roestvrij staal look. Ze hebben van alles. Deze kant is iets minder mooi, maar dat geeft niet. Het hoeft helemaal niet mooi te zijn als het maar mooi haaks is en mooi recht. Nou, het is niet perfect recht volgens mij. Hij lijkt een beetje bol te zijn deze kant op. Nou, we gaan zien hoe erg dat is. Ik ga hem installeren straks. En dan kijken we wel. Ik heb het bed afgemaakt. Dus ik heb nu hier die aluminium onderplaat. Met daarop het nieuwe wagentje. Ik heb er een gat in gemaakt om de draad erin te voeren. En ja, dat is gewoon het bed geworden. Dus die kan er nu in. En dan kan ik zo meteen een test gaan doen. Zo. Het loopt echt heel mooi soepel. Ik heb ook weer opnieuw deze steuntjes gemaakt. En die zijn daar dus een millimeter lager. En ik moet zeggen dat ze heel erg licht rollen. Dus ze ondersteunen het bed wel. Maar er is veel minder contact als toen het toch allemaal van hout was. Het lijkt allemaal veel beter te passen en veel soepeler te rollen. En ik heb ook het idee dat ook toen die rollers er nog niet in zaten, net die rollers, dat het eigenlijk veel steviger was. Ik denk eigenlijk dat die rollers haast overbodig zijn. Ik heb ze toch maar weer geplaatst. Want ik had ze toch gemaakt. Dus het kan helemaal geen kwaad. Ik heb zojuist een eerste testje gedaan en al heel erg snel trilden mijn moertjes van mijn schroeven hier los van het bed. Want eerst was dit bed natuurlijk van hout, die onderste plaat. En dan kon ik die moertjes een beetje het hout indraaien. Maar dat gaat nou natuurlijk niet meer en ze trilden heel snel los. Dus ik heb ze vervangen voor zelfborgende moertjes. En dus nu kan weer de glasplaat erop en dan kunnen we de uiteindelijke test gaan doen. Thank you.
na het opwarmen heb ik eventjes de print gestopt en het bed eruit getrokken en een beetje gevoeld aan de onderkant. En dat is nog steeds wel warm, maar niet heet. Dat aluminium plaatje kan natuurlijk de warmte veel beter verspreiden en afvoeren als het houten plaatje, wat die brandplekken vertoonde. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat het nu een stuk veiliger is. En ik heb het vermogen nog niet teruggeschroefd. Hij staat nu gewoon op vol vermogen te verwarmen. En het bed staat nu op 60 graden en dat gaat prima. Dat gaat natuurlijk makkelijk. Ik kan het proberen om het bed een beetje op te schroeven, de temperatuur. Om te kijken of hij ook 70 graden goed vasthoudt. Maar ik ga eerst maar eens deze test afmaken. De print is klaar. Het was een print van 1 uur 55, dus best een goede test. En het heeft zich allemaal prima gedragen. En het onderdeel ziet er ook goed uit. Ik kan het nog niet laten zien. Het zit daar nogal vast op het bed, omdat ik gebruik heb gemaakt van deze 3D-lak. Dat is een lak, een soort haarlak, hè. En dat spuit je op het heatbed. En dat bevordert de grip heel erg. Nou, dat werkt echt heel erg goed. Want zometeen, ook als het bed goed afgekoeld is, zal ik misschien nog wel moeite hebben om het eraf te krijgen. Want het kleeft echt heel erg goed. Dit onderdeeltje, dat is trouwens voor het nieuwe project wat ik aan het printen ben. Voor deze jongen. Een nieuwe helm. En dat onderdeel komt geloof ik in dit gat. En dan komen de slangen weer naar hier naartoe. Hier komt ook een onderdeel op nog. Maar dat gaan we in de toekomst wel zien. Daar heb ik nog een hoop werk aan. Dus die video zal nog wel even duren. Zal nog even op zich laten wachten. Ik kocht die lak omdat ik wilde gaan printen met PETG materiaal. En dat PETG materiaal dat werkte bij mij prima. Als het maar kleine onderdelen waren. Dus kleine testblokjes, dat ging allemaal prima. Dit onderdeel is ook PETG en dat werkt ook goed. Maar als ik iets groters wilde gaan printen, dan bleven de hoekjes altijd maar opkrullen. Ik had heel veel moeite om het vast te krijgen op het printpad. En ik heb natuurlijk geëxperimenteerd met hogere snelheden en lagere snelheden. De snelheid moet nog steeds behoorlijk laag zijn. Maar zonder die lak lukt het dus niet om het goed op het heatpad vast te krijgen. En met die lak gaat het fantastisch. Dat is echt een heel mooi spul. Eerder bij Woody gebruikte ik wel eens printstift om het bed een beetje meer grip te geven. Bij mijn andere printer heb ik dat trouwens nooit gedaan. Print ik altijd rechtstreeks op het glas. Het gaat prima. Maar bij deze gebruik ik nu dus weer 3D lak. En dat werkt echt fantastisch. Ik ben blij dat Woody het weer goed doet. Dat nieuwe bed dat werkt een stuk beter. Tenminste mechanisch gezien. Die speling is er helemaal uit. En het heatbed werkt ook goed. Dus ik ga eens kijken waar ik Woody in de toekomst voor kan gaan gebruiken. Hey, voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.